ben geboren in Knokken, maar mijn ouders woonden in Maldegem. Ik heb mij laten wijsmaken dat intussen wie van Maldegem is, dat dat chic staat om je kind in Knokken te laten geboren worden. Ik heb hier ook een vriendin van Maldegem, Therese, die ik al ken van het derde kleuterklasje. En ik herinner me nog heel goed hoe dat ik Therese heb leren kennen. Zij zat het lessenaartje voor mij en zat zo'n lange, de grote punthoed in papier met linten, in krijp, zo'n lange linten. En ze zat daar zo altijd maar mee te schudden zo. En ja, en ik was pas nieuw in dat klasje en die linten zo over mijn lessenaar en ik vond het eigenlijk een beetje ambetant zo. Maar dat was haar verjaardag. En als je verjaarde bij die non, dan kreeg je zo, mocht je die een hoed aan doen. En zo. Mijn eerste herinnering aan Therese was van dat geen sympathiek kind was. Dat die nogal streken had. Haar thuis is voor mij echt wel, ja, dat is ook weer zoiets. Dat waren zo mensen zo die een bloemisterij hadden. Heel gul, heel warm. En echt ook zo'n goed georganiseerd gezinsleven. En ja, dat deed mij deugd. Ik bedoel, nu weet ik dat allemaal, hoe belangrijk dat was om in gestructureerde omgevingen te komen. Want ja, bij mij thuis was er compleet niks gestructureerd. Mijn mama was psychiatrisch patiënt. Dus die hebben mij eigenlijk, wat dat we nu noemen we dat opgevangen. En toen besefte ik dat natuurlijk niet. Nonke Tuur was ballenraper. En ja, die kon leuke verhalen vertellen over al die speciale mensen dat hij tegenkwam. Het was zelf ook een hele speciale. Ik ging daar geweldig graag. Toen ik een jaar of 12 was, dan is dat golfterrein zo teruggekomen in mijn leven. Er was een incident gebeurd in de school met mijn mama, waar ik was. En ik denk dat een aantal van het onderwijzend personeel had wat medelijden. En mijn juffrouw Frans, die ik geweldig graag zag, die ontfermde zich zo wat over mij. En een van de dingen dat ze deed, was mij eens uitnodigen bij haar thuis. En dat bleek dus bij de burgemeester van toen te zijn, Mattelaren. En die woonden op de Binnenhoflaan. En ja, met zicht op het golfterrein. Dus ineens, als kind had ik zo, viel ik ineens in dat compleet andere milieu van die mensen die wel degelijk dat golfterrein gebruikten. Dat is zo een van de plekken dat ik heb ontdekt en waar ik als ik nu naar Knokken kom, zo altijd even in het Visserskapelletje binnenga. Ik vind dat een ontroerende plaats zo. Die eenvoud van die boeien. En dan hebben ze daar de namen van die mensen opgeschreven, al die vissers die zijn omgekomen. En al die foto's, zo heel gewone foto's in verschillende stijlen zo. Ik vind als herdenkingsmonument werkt het fantastisch. New York ligt dus ook aan de zee. Hè? Dus ik kom elke dag ga ik, als ik ook maar enigszins kan, naar de zee. En als ik te lang zo in België nu, in het binnenland ben of op een reis ben, dat ik dat niet heb, zo die zee, die boten. Mensen zeggen ja, dat je, als je een keer dat je dat hebt, dat je dat altijd terug blijft naar verlangen. Hè. Ik ben nogthans geen goede zwemmer. Hè. Maar ja, het schijnt dat veel vissers vroeger ook niet konden zwemmen. Hè.